Ja, welkom bij Autisme TV. Studeren met autisme, dat is het thema van deze uitzending. Want hoe gaat dat? En waar loop je tegenaan? Nou, dat zijn lastige vragen en die gaan we vanavond bespreken aan de hand van fragmenten uit een documentaire. De volgende stap heet die documentaire en die gaat over 4 jongeren die na het vervolgonderwijs zijn gaan studeren. 4 jongeren met autisme halen hun diploma voortgezet onderwijs op de Berkenschutse, een VSO-school. Ze gaan door naar het mbo, naar het hbo en naar de universiteit. Hoe is het ze vergaan? Ja, we gaan in dit programma dus een aantal fragmenten laten zien uit die documentaire. En ik moet er even aan toevoegen, die documentaire is ook in zijn geheel te zien. Na afloop van dit programma zetten we die documentaire online in ons YouTube-kanaal. En daar kunt u vanavond naar kijken, u kunt er op ieder moment naar kijken, want die staat dan voorlopig daar wel online. Wat gaan we doen vanavond? We hebben een aantal fragmenten gekozen op basis van, ja, noem het maar, subthema's. En die wil ik even met u doornemen, want dat geeft ook wat structuur aan de uitzending. We gaan allereerst kennis maken met de 4 jongeren. Vervolgens gaan we het hebben over de voorbereiding. Hoe doe je dat dan? We gaan het hebben over de introductie. Doe je daar wel of doe je daar niet aan mee? We gaan het hebben over het studeren zelf. Valt dat mee of valt dat tegen? We gaan het hebben over wonen. Blijf je thuis wonen of ga je zelfstandig wonen? En tenslotte gaan we het hebben over de vraag, autisme, vertel je dat ook aan je medestudenten of misschien wel aan je docenten? Nou, daar gaan we ook over praten en dat doen we met onze gast van vanavond, Nicole Jacobs. Welkom. Dank je. Wat is jouw achtergrond? Ik werk als orthopedagoog voor de Berkenschutse, een onderwijsexpertisecentrum. En ik ben voornamelijk altijd verbonden geweest aan de jongeren met autisme die op de Berkenschutse op HAVO-VWO onderwijs volgen binnen het VSO. Ja. En wat is jouw betrokkenheid bij deze documentaire? De documentaire is eigenlijk ontstaan nadat we merkten dat ieder jaar stroomde er een behoorlijke groep jongeren uit. Hè, zo'n 40 tot 50 jongeren stroomde uit naar een vervolg. Mm-hmm. En we wisten wel met wat verhalen hoe het ging, maar we hadden het nooit echt heel goed gevolgd. En het leek ons een goed idee om dat eens te doen met echt beeld, zodat we ook jongeren die nog op de Berkenschutse zitten ook kunnen voeden, zeg maar, met die beelden. En ja, het verhaal kunnen laten zien ook aan de jongeren die die stap nog moeten gaan maken. En het gaf jullie dan ook informatie over hoe je het doet als onderwijsinstellingen. Zijn ze er klaar voor na jullie school? Juist, ja. Dat heb je ook onderzocht in bredere groepen? Ja, klopt. Ja. Hoe zit het onderzoek in elkaar? Of hoe zat dat in elkaar? Ja, we hebben 12 jongeren hebben we onderzocht. Het waren eerstejaars studenten. Dus ze waren 1 jaar, nog geen jaar, bij ons vanuit de Berkenschutse vertrokken. En die jongeren hebben we onderzocht. We hebben het onderzoek samen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen gedaan. En binnen het onderzoek zijn dus die 12 jongeren onderzocht die een vervolgopleiding zijn gaan doen naar mbo, hbo en wo, hè, naar universiteit. En daarnaast zijn ook 10 ouders zijn betrokken bij het onderzoek. Hm. We gaan even kijken naar wat cijfers. Daar hebben we een dia van. Want wellicht is het interessant om even te zien waar jongeren met autisme eigenlijk op school zitten. Ja. Nou, je ziet ze nu in beeld. Misschien kan je de cijfers toelichten. Ja. Vanuit het Nederlands Autismeregister zijn deze cijfers. En daarop is te zien dat de jongeren die een VSO-opleiding doen, zoals bijvoorbeeld op de Berkenschutse. Het staat voor speciaal onderwijs, hè? Klopt, ja. Voortgezet speciaal onderwijs. Dat het 44% is. De cijfers zijn van 2015, mm-hmm, dus recente gegevens wel. De jongeren die naar het voortgezet onderwijs gingen, dus het regulier onderwijs, dat was 37%. En er was er nog een groep die ging naar het speciaal onderwijs, maar dan met ZMLK. Dus er waren dus heel moeilijk lerende kinderen met autisme. Dat is een groep van 12%. En daarnaast was er nog een groep van ongeveer 7% die praktijkonderwijs volgt en leerwegondersteunend onderwijs. Ja. En hoeveel van die jongeren kiezen nou ook voor een vervolgopleiding? We zien, wat wij weten, wat wij hebben onderzocht, is een groep natuurlijk vanuit dat VSO, jongeren HAVO-VWO. En daarin zien we dat ongeveer van de jongeren die bij ons uitstromen, de afgelopen 4 jaar hebben we de cijfers bij elkaar gezocht. En daar zien we dat ongeveer een 95% van de leerlingen uitstroomt
naar vervolgonderwijs. Ja, of een groter deel dus. Ja, en ongeveer een 5% dus naar een andere vorm, zoals arbeid of naar een vorm van behandeling om nog vaardigheden te oefenen. Of vanuit het arbeidsonderzoek en trainingscentrum wat we bij de Berkenschutzen hebben. Ja. Dat onderstreept het belang om te weten hoe jongeren die vervolgstap zetten. Hè? En of het onderwijs, middelbaar onderwijs daar wel voldoende heeft aangereikt om die stap te zetten. Ja, hè? Zeker. Dat is ook wat jij wilde weten. Ja. Nou, we gaan starten met onze fragmenten. En we gaan kennis maken met de hoofdrolspelers uit de documentaire. En ik noem ze even, dat zijn Ronald, Petra, Mark en Martijn. Mijn naam is Mark van Glabbeek, 23 jaar. Woon in Eindhoven. Ik studeer belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg. Ik zit nu in het pre-masterjaar, dus ik ga dus nu dit jaar tot en met het eind van het collegejaar en dan nog een jaar master. Ik ben Martijn Parijs, ik ben 19 jaar. Ik woon in Helmond. Mijn hobby's zijn geocaching, wandelen in het bos en obstacle runs. In de zomermaanden ga ik met mijn ouders naar de camping. Tegenover de camping is een bos waar ik bijna dagelijks ga wandelen. Kijk ik naar de dieren, planten. Ik ben Ronald, ik ben 20 jaar oud. En ik studeer hier in Leuven rechten met criminologie. Ik zit dan hier op kamers. En in het weekend ga ik naar huis. Om daar de sport te doen. Ik geef judo les en ik werk bij een rozenkwekerij op zondag. Ja, ik ben Petra en ik ben 23 jaar oud en ik woon in Eindhoven. En ik heb in het verleden op een St. Lucas gezeten, grafische opleiding gedaan. En ik ben nu werkzaam bij een zeefdrukkerij. En dat bevalt heel goed. Ja, deze jongeren komen dus allemaal van de Berkenschuts, hè? Een school voor speciaal onderwijs. Ja. Wat doet een school voor speciaal onderwijs nou anders dan een reguliere school? Ja, sowieso hebben we kleinere klassen binnen het speciaal onderwijs. En dat betekent dat we de jongeren wel wat, net wat meer aandacht kunnen geven op het gebied van bepaalde ontwikkelingsdoelen die zij hebben. Hè? Bepaalde vaardigheden bijvoorbeeld die zij nog willen of moeten leren om hun vervolgstappen te kunnen maken. En we hebben daar wat meer aandacht voor, denk ik, dan op een reguliere school. Daarnaast merken we ook qua tijd, hè, dat bij ons het programma zit minder vast, zodat ook de jongeren meer op eigen tempo die stappen kunnen nemen. Want kun je zeggen wat deze jongeren nodig hebben? Dat is heel divers en dat kwam ook wel uit het onderzoek. We willen heel graag natuurlijk in bepaalde vakjes zeggen van, goh, dit is belangrijk, dit is belangrijk. We merken wel dat er heel veel diversiteit is in wat de ene jongere nodig heeft en de andere jongeren. Dus we kunnen daar niet één heel eenduidig antwoord op geven. Nee. En als je dan kijkt naar die vervolgkeuze die ze willen maken, hè, help je iedereen daar heel individueel bij of maken ze die zelf? Krijgt dat meer aandacht bij jullie? Ja, jongeren die inderdaad een vervolgstappen gaan zetten. Net als andere jongeren moeten ze natuurlijk op zich moeten gaan nadenken over van wat wil ik gaan doen na mijn middelbare school. En we merken dat sommige jongeren daar wat moeite mee hebben om daar zelf over na te gaan denken. En we merken dat wat ze vaak prettig vinden is om zo concreet mogelijke voorbeelden te hebben van wat gaat dat nou betekenen. En sommige jongeren gaan dan bijvoorbeeld een stage lopen. En dan niet zozeer om vaardigheden te oefenen, maar echt om een beeld te krijgen van wat houdt zo'n beroep nou in. Ja. Ja, andere jongeren gaan bijvoorbeeld pre-studeren om te gaan kijken van hoe gaat dat op zijn opleiding daaraan toe. Soms ook echt al een vak volgen. Het liefst kwam ik uit het onderzoek, willen ze het zo concreet mogelijk. Dus geen gekunstelde scène, maar echt meedraaien in het gewone studentenleven. Om te zien ook van hoe dat gaat bij zo'n opleiding en om daarin te kunnen ontwikkelen. Lijkt me voor jongeren zonder autisme overigens ook heel, heel prettig om op die manier voorbereid te worden, toch? Ja. We gaan naar het volgende fragment, want zo'n stap naar het vervolgonderwijs is natuurlijk wel een reuze stap. Hè? Dat brengt veel spanning en veel stress met zich mee. En dat gold ook voor deze jongen. Hoe zijn ze daarmee omgegaan? De vier jongeren vonden hun bestemming. Mark wilde belastingrecht doen. Martijn wilde boomverzorger worden. Petra wilde iets met grafische ontwerpen doen. En Ronald wilde criminologie doen aan de Universiteit in Leuven. Voor alle vier een grote stap. Ja.
voordat ik aan de opleiding begon, ben ik al bij de opleiding gaan kijken voor de zomervakantie. Dat gaf mij meer rust in de zomervakantie, omdat ik het allemaal een keer gezien had en een beetje wist wat me te wachten stond. Toen ik de studie had gekozen, toen kregen we andere onduidelijkheden. Dat was voornamelijk met betrekking tot de stad en de studie zelf en wat er omheen zit. Want ik had thuis had ik een vast patroon qua werk en qua sporten en qua dingen doen. En hier zit ik dan door de week voornamelijk. En ik had geen idee wat je kon doen en hoe de studie eruit zou zien en hoe de stad was. En daar waren ook heel veel onduidelijkheden over. Die dan weer voor onrust zorgde bij mij. Deze onduidelijkheden heb ik uiteindelijk met familie, vrienden en ouders een beetje over school heb ik die uitgezocht. Ben naar Leuven gegaan een paar keer voor een dag, een infodag. En ik ben met vrienden in Leuven geweest. Hebben daar een nacht doorgebracht. En de stad voelde op zich meteen goed. En na die infodagen voelde de studie ook wel goed. Ik heb met een vrouw die werkt hier aan de universiteit, heb ik vragen gesteld in verband met autisme en de mogelijkheden qua hulp die erbij horen. Die waren er. En ze kon haar altijd mee, zei ze. Dus dat gaf ook veel rust. Dus, ja. Voor iedere jongere is dit eigenlijk een hele spannende stap. Hè? We zeiden het net al. Wat kwam er uit je onderzoek? Werd daar veel over gezegd? Over de stap? Of die voorbereiding naar dat vervolgonderwijs? Dat ze er een beetje tegenop zagen. Ja, wat je ziet is wel dat sommige jongeren gewoon dat moeilijk vinden. Wel van wat ga ik verwachten, hè, op zo'n vervolgopleiding. En heel veel vragen hebben. Sommige jongeren stellen die vragen ook. Sommige jongeren vinden dat ook moeilijk. Die ervaren wel een bepaalde onduidelijkheid, maar weten ook niet goed van welke vragen ze daar nu bij hebben of welke vragen ze daarbij kunnen formuleren. We merkten ook bijvoorbeeld bij één jongere, Ronald, bijvoorbeeld van de documentaire ook, die in zijn laatste jaar op de Birkenschutse, op zich ging het ook steeds minder goed qua cijfers en dergelijke. En toen zijn we ook gaan kijken van hoe komt dat nu? En wat bleek was dat hij gewoon ook zoveel onduidelijkheid nog ervaarde voor die volgende stap die hij zou moeten gaan zetten. Dat hij minder goed ging presteren. Ja, en achteraf zei hij ook van het was eigenlijk een soort onbewust proces. Mijn onbewust hield me eigenlijk tegen om al door te gaan met mijn studie, omdat ik nog die vragen nog niet beantwoord had. Dus ik kon niet verder. Ik had eigenlijk mijn stenen naar mijn volgende stap nog niet klaar liggen. Dus ik zou in een gat vallen. Je zou bijna denken van, nou, die jongen die kan het niet, want zie maar, de resultaten die zijn niet goed genoeg. En er zit een heel ander proces achter. Ja. Want wat kun je nou als student zelf dan doen aan die voorbereiding? Ja, wat we in ieder geval merken is dat het belangrijk is dat jongeren er actief mee aan de slag gaan. Vaak samen met ouders, met vrienden, met school. Door er in ieder geval ook over te gaan praten van, om erachter te komen van wat vind ik nou interessant, wat wil ik nou, maar ook wat kan ik, welke opleiding past bij mij, wat voor een beroep past bij mij. En juist door daarover te praten merken we dat het gewoon wel vaak heel veel informatie ook geeft aan de jongeren. En wat we daarnaast ook uit het onderzoek kwam wel heel duidelijk naar voren, dat ze heel graag echt concrete voorbeelden hebben waar ze mee aan de slag kunnen. Dus hoe meer concrete informatie van iemand uit een beroepsgroep of uit een studie. Iemand kon vertellen bijvoorbeeld of een kijkje gaan nemen op de werkvloer bij een bedrijf. En hoe concreter, hoe makkelijker dat dan ook was voor de beeldvorming. En de onderwijsinstelling zelf, heeft die hier ook, welke verantwoordelijkheid heeft die hier? En dan op het middelbaar of bij het vervolg? Bij de vervolgkeuze die gemaakt wordt. Bij de voorbereiding daarop. Ja, ik denk dat een school in ieder geval hier wel een belangrijke rol in heeft. En we merken dat ook. Hè. Een groot deel van de tijd is zo'n jongere natuurlijk op school ook. En wij zien de jongeren op school functioneren. En dus daar kunnen we ook informatie uithalen. En met die jongeren kunnen we ook in gesprek. Maar ook merken we dat ook de groep daaromheen, hè, door met klasgenoten bijvoorbeeld daarover te hebben, kun je ook informatie verzamelen. En kun je ook je beeld bijstellen in van, goh, wat past nou bij mij? En ook ideeën van andere leerlingen kunnen daar ook behelpend bij zijn. Ja, we gaan weer naar een volgend fragment. En dat is de introductie.
ook zo'n lastig dilemma, want veel universiteiten, hbo's ook, doen aan zo'n introductieweek of aan een ontgroening. En wat doe je dan als student? Je hebt autisme, doe je daaraan mee? En dan is het zover. Vier scholieren worden ineens vier studenten. Een grote stap. En je studie begint met een uitnodiging voor een introductieweek. Wat doe je? Wel of niet meedoen? Ik heb meegedaan aan de intro inderdaad, in het begin. Van mijn hbo-studie, zeg maar. Ik heb dat toen wel gedaan. Ondanks dat ik er heel weinig zin in had. Maar ik ben achteraf wel blij dat ik het ook gedaan heb. Want je leert gewoon mensen kennen waarmee je de komende 4 jaar aan het studeren bent. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat bijna iedereen gaat daar naartoe. Dus bijna al jouw medestudenten zijn daar. En als je er dan zelf niet bij bent, en je komt vervolgens in de eerste lessen, maar en je bent helemaal nieuw, dat niemand jou kent. En dan hoor je er eigenlijk al, ja, dat is natuurlijk onzin, want je kunt er altijd nog bij gaan horen, maar je loopt wel achter, vind ik. Ja de intro. De intro heb ik zelf niet meegedaan. Dat is omdat de intro is heel groot, met veel mensen. En het is echt heel onduidelijk wat er gaat precies gebeuren. Ten eerste, ik hou niet zo van duidelijkheid. Ten tweede, ik hou niet van hele drukke grote eventen. Dus daar ben ik die ontwijking meestal toch wel een beetje. Het was voor mij beter om rustig gewoon op mijn kamer te blijven en dezelfde dingen eens te doen. Ik heb er vrij weinig van gemist, heb ik het idee. Het was voornamelijk veel zuipen en veel sociale contacten maken. En veel opdrachten doen. Ja, Ronald besloot dus om niet mee te doen. Hè? Dat vond ik ook wel stoer. Dat getuigt toch wel van zelfkennis. Of laat hij daarmee kansen op sociaal contact liggen? Ja, beide mogelijk. Hè? Van, in het geval van Ronald inderdaad. Ronald heeft wel heel goed overwogen of hij mee ging doen. En dat is zeker, denk ik, een hele mooie zet. Ook qua zelfkennis. En heeft echt afgewogen van, goh, als ik wel mee ga doen, wat levert me dat op? En als ik niet meedoet, wat levert me dat op? En wat mis ik daaraan? En hij merkte voor zichzelf, als hij mee zou doen, dat zou hem zoveel energie kosten en mogelijk daardoor ook een slechtere start, hè, begin van het schooljaar, dat hij besloot hem niet mee te doen. Maar hij wist ook wel van, goh, ja, daar worden wel de contacten gemaakt. Dat had hij ook gehoord, ook van andere studenten. En dus als voornemen had hij daarom ook wel gemaakt, hè, dat hij de eerste schooldag wilde hij ook meteen wel met mensen in gesprek gaan en vragen gaan stellen of zo om contact te maken. En dat is hem ook gelukt. En daar heeft hij ook vriendschappen. Dat had hij zich echt zo voorgenomen om dat te gaan doen? Ja, okay. Dat heeft hij zich echt voorgenomen en dat heeft ook goed uitgepakt. Dus hij heeft het, ja, ik denk wel een hele goede keuze voor hem gemaakt. Ja, ja. Hoe staat dat voor anderen uit de groep? We merken dat de meesten deden wel mee met de intro en over het algemeen zijn daar ook echt tevreden over. Aan het einde van de week zijn ze ook dood op de meesten, maar ik denk dat het ook voor studenten zonder autisme vaak wel geldt. Het is ook een overwinning van jezelf, toch? Ja. En ik merkte de meeste studenten inderdaad, die vonden het ook prettig omdat ze dan toch aangaven, hè, contacten te hebben gemaakt. En waardoor het ook de volgende week weer, hè, minder eng was om naar school te gaan. Ze hadden de opleiding wat beter leren kennen, de stad wat beter leren kennen. Dus dat waren ook wel pluspunten die benoemd werden door jongeren. Ja, oké. Okay. Ja, studeren in het vervolgonderwijs is natuurlijk heel wat anders dan op de middelbare school. Je moet zelf je agenda bijhouden, je krijgt lesblokken, je krijgt stapels boeken. Hoe hebben onze jongeren dat ervaren? Studeren, hoe gaat dat? Je krijgt stapels boeken, je volgt colleges en je beheert zelf je agenda. Hoe verging het onze kerstverse studenten? In het begin vooral op die andere opleiding had ik veel moeite met het, ja, plannen van al die projecten, zeg maar, want er komt best veel op je af. Het vervolg van de VSO naar de vooropleiding was toch best wennen, want de lessen zijn heel anders. Je moet voornamelijk zelfstandig werken. Je moet dan 2 uur luisteren naar een professor die zit te praten. En je moet daarover aantekeningen maken. Terwijl je op de VSO gewoon continu op je mobiel kon zitten, bij wijze van spreken. Het is dus heel anders. Je moet lange lessen kunnen volgen en je moet veel zelfstandig kunnen werken. En zelf een manier moet gaan bedenken hoe je de stof door gaat nemen. Want je hebt veel leerstof om door te nemen, dat wel. Ik vind het makkelijk om te leren als ik het ergens aan kan linken, waardoor het
logisch wordt. Bijvoorbeeld kleur, kenmerken. Dat komt vaak terug in de namen en dat leer ik dus graag op die manier. Ja, Martijn maakt heel mooi duidelijk dat iedereen op zijn eigen manier studeert. Hè? Wat waren jullie ervaringen in dat onderzoek? Ja, binnen het onderzoek hebben we gekeken inderdaad ook van ja, hoe gaat het met onze studenten die uit zijn gestroomd. En we hebben ook gekeken van zit daar ook een verschil in de studenten die wel de overgang naar het tweede jaar uiteindelijk hebben gehaald en die het niet hebben gehaald. Want 10 van de 12 studenten is door naar het tweede jaar. Dus het was een succes. Ja, op zich een succesvol resultaat. Een vrij gemiddeld resultaat inderdaad. Dus zeker niet lager dan gemiddeld. Mm-hmm. En ook vergelijkbaar met reguliere studenten die geen autisme hebben. Ja. Ook daarvan kan je zeggen 10 van de 12 stromen door. Ja, ja, dat is ongeveer een gemiddeld resultaat. Mm-hmm. En we zijn wel gaan kijken van zit er nou verschil in de jongeren die het wel gelukt is en jongeren die het niet gelukt is om door te stromen naar zijn tweede jaar. En wat heel erg opvallend was daarin, was dat de jongeren die het niet lukte om door te stromen. Hè, dus die of één jongen was echt gestopt met zijn opleiding en één jongen had 1 trimester gehaald. Was niet gestopt met de opleiding, maar ja, heeft een half jaar dat hij over gaat doen. En de 2 jongeren dus die het niet gelukt was, die gaven aan van dat ze erg veel problemen ondervonden met het tempo. En als we gingen doorvragen inderdaad van waar zit het nu precies, merkten we dat het vooral in de verwerking zat. De hoeveelheid stof die in een korte tijd verwerkt moet worden. En zeker waar gewerkt wordt met blokken van bijvoorbeeld 1 week of 8. Gaven jongeren aan dat dat vaak gewoon heel erg lastig is. Op middelbare school zijn ze gewend om kennis te kunnen opbouwen. Hè, en dan heeft het tijd om te verwerken. Terwijl als je in 8 weken tijd een geheel nieuw onderwerp krijgt. Wat je moet leren, moet verwerken en daar ook een toets over moet maken. Dat was voor veel jongeren wel moeilijk. Ja, en... kan je zeggen dat de middelbare school daar dan meer aan kan doen? Ja, wat we merkten ook binnen het onderzoek inderdaad, want ook jongeren die het wel gehaald hadden, gaven ook aan wel moeite te hebben met tempo, maar wel veel minder dan de anderen. En wat we zagen is dat zij het veel meer hadden over compenserende factoren, zoals waardoor ze voorsprong hadden op hun studie al. Dus dat ze begonnen met of een stukje extra kennis. Bijvoorbeeld dat ze iets lager waren ingestroomd, bijvoorbeeld van een HAVO naar een MBO waren gegaan. Zodat ze over hadden in kennis, waardoor ze tijd overhielden voor andere aspecten om te ontwikkelen. Maar ook jongeren die bijvoorbeeld aangaven van, ik heb bijvoorbeeld toch al eerder wat leren samenwerken, wat nu goed van pas komt. Maar ook wensen werden ook uitgesproken. Bijvoorbeeld een jongere die zei van, ik had eigenlijk heel graag willen leren hoe je nu zo'n hoorcollege moet gaan volgen. Oh ja, dat is ook en dat is, en dan ook echt van hoe bereid je dat voor? En wat moet je tijdens zo'n hoorcollege doen? Dat is doen? Ook iets wat je makkelijk kunt simuleren hè, op een middelbare school. Van. Gaan ze een paar hoorcolleges volgen. Aan de andere kant gaven ze ook aan, ook dat weer hoe concreter hoe beter. Dus probeer dan wel een zo realistisch mogelijke situatie te creëren, zodat we het ook echt kunnen oefenen. Ja. Dus dat we ook echt bijvoorbeeld bij een les geschiedenis of zo dan ook echt een hoorcollege krijgen en die vaardigheden ook moeten gaan toepassen. Dus dat was ook wel een tip die uit het onderzoek naar voren kwam. Ja. Maar ook heel praktisch. Bijvoorbeeld een jongen die zei, ik had graag gehad dat ik een Excel-cursus had gehad. Want op dat moment moest ik en mijn blok in die 8 weken moest ik mijn vak eigen maken. Hè, dat, en Excel onder de knie krijgen. Ja. Dus hij zei van, dus vooral het voor zijn in kennis en vaardigheden gaven jongeren aan, kan heel erg helpend zijn om die studie te kunnen volgen. Ja. We gaan door met ons volgende fragment, want het gaat over wonen. Want wat, ja, als student, wat doe je? Je komt van thuis, blijf je nog thuis wonen of ga je zelfstandig wonen? En dan met of zonder begeleiding? Op weg naar zelfstandigheid hoort nog een grote stap. Wonen. Blijf je thuis of ga je zelfstandig wonen, met of zonder begeleiding? Hoe richt je je leven in? Ja, ik woon nu sinds 4 jaar hier in Eindhoven. En daarvoor heb ik bij mijn ouders gewoond in Hezen. En dat ik eigenlijk daar weg wilde, dat heeft al best wel een lange tijd gespeeld. Ook toen ik op de HAVO zat. Alleen er waren toen vrij weinig mogelijkheden voor. Want als je natuurlijk geen 18 bent, dan is het sowieso heel lastig om ergens anders te gaan wonen. En toen zijn we via mijn begeleider destijds aangesloten bij een begeleidend wonentraject. En dat was in een periode eigenlijk ook dat ik tegen heel veel problemen aanliep op de andere opleiding.
En die hebben eigenlijk na 3 maanden hebben ze mij een woning kunnen toewijzen. Toen ben ik verhuisd naar Eindhoven. En toen ging het eigenlijk allemaal wel een stukje beter eigenlijk. Ja, de begeleiding nu is wel wat minder. Maar het is ja, vooral eigenlijk nog steeds administratie zeg maar, bijhouden. En ik merk ook heel erg dat vooral het zware is al die instanties, omdat dat loopt allemaal heel stroef op een of andere manier. En ik merk dat ik heel erg moe word van al die mensen die ik bellen en zo. En ik bel ze zo niet graag. Dus dat zijn dingen die ik mijn begeleider vaak laat doen. En zij kan op een of andere manier ook meer voor elkaar krijgen bij de instanties dan ik dat krijg. Ja, een paar jongeren uit deze documentaire, die hebben ook echt begeleiding gehad, hè? Hoe zit dat nu, weet je dat? Hebben ze nog steeds begeleiding of is dat minder? Wat we veel zien is dat de jongeren op het moment dat ze zelfstandig gaan wonen, de meeste hebben woonbegeleiding. Niet allemaal, sommigen gaan ook direct zelfstandig op kamers bijvoorbeeld, maar de meeste hebben woonbegeleiding. En wat we zien is dat daar vaak wel een bepaalde loopbaan in is. Dus dat ze bijvoorbeeld beginnen met 24 uur zorg en uiteindelijk stap voor stap naar een zelfstandig wonen gaan. Hmm. En waar komt het dan op aan als je dat tot een succes wil maken, dat wonen? Is dat dan vooral in het organiseren van de huishouding of koken, gewoon in praktische zin? Ja, wisselend was dat. De hulp die ze nodig hadden, bij de ene jongere was het bijvoorbeeld veel meer dat ze begeleid wilden worden bij een dagindeling. Van hoe plan ik nou mijn dag en hoe zorg ik dat alles gedaan is aan het einde van de dag en dat ik ook voldoende rust heb. Andere jongeren wilden bijvoorbeeld weer meer op het gebied van financiën ondersteund worden. En een andere jongere bijvoorbeeld weer bij boodschappen doen en koken. Dus het was wel heel divers en ook heel divers wat ze aan aanbod konden krijgen. Dus dat was wel mooi om te zien dat ook wel voor iedere hulpvraag ook wel een passend antwoord was. Hmm. Zag je nou ook nog verschil tussen jongeren die op zichzelf een huishouding hadden, dus zelf gingen wonen, en jongeren die onder studenten gingen wonen? Het is allebei, zeg maar. Want er waren jongeren die op zichzelf gingen wonen in een studio, zeg maar. En dus daar waren verschillende, er zijn tussenvormen in eigenlijk. En sommige jongeren gingen echt op een studiootje wonen, maar wel in een groter gebouw waar begeleiding was. Er waren jongeren die echt op kamers gingen. Sommige op kamers met begeleiding. Dus er zijn heel veel verschillende vormen eigenlijk die jongeren kiezen. Dus er is ook wel te kiezen in die zin, in begeleiding en in zelfstandigheid. Ja. Oké, we gaan naar ons laatste fragment. We zijn inmiddels alweer een half uur onderweg. En daarin gaat het over de vraag, ja, je hebt autisme. Vertel je dat nou ook aan je medestudenten of vertel je dat aan je docenten? Hoe ga je daarmee om? Autisme loopt als een rode draad door het leven van deze jongeren. Welke invloed had dat? En hebben ze het gedeeld met anderen? En ik ben hier ook op de gang. Denk de meesten ondertussen nu wel dat ik autisme heb. En ik daar gewoon aan vertel, want ik heb daar geen moeite mee om dat te vertellen. En bij mijn vrienden van mijn opleiding, daar weten de meesten het ook wel. Het is meer zo dat ze grapjes maken over dat ik een Nederlander ben, dan dat ze echt iets met mijn autisme doen. Bij de aanmelding op school heb ik wel aangegeven dat ik autisme heb. Daardoor kan ik ook extra begeleiding krijgen mocht het nodig zijn. Sommige docenten heb ik het ook verteld. Aan de leerlingen heb ik het niet verteld, maar als ze het zouden willen weten of zouden vragen, dan zou ik het wel gewoon vertellen. Ik raad het sowieso aan om het sowieso in ieder geval bij de opleiding te melden. Als je het niet meldt, kun je ook een aanspraak maken op die voorzieningen. Ja, ik ben er altijd een beetje terughoudend in, omdat het is iets persoonlijks. En, klinkt heel stom, maar ik vind wel dat mensen moeten dat maar verdienen of zo. Omdat, ik hoef dan niet in de grote klok te hangen. En als ik vind dat het iets goeds teweeg zou brengen, omdat die persoon dan mij beter kan begrijpen of dat was. Langer met elkaar contact hebben of wat dan ook, dan zeg ik dat meestal wel. Maar in eerste instantie kijk ik een beetje kat uit de boom, zeg maar. Ja, wat mij opviel is dat die jongeren helemaal niet zo moeilijk doen, hè, over hun eigen autisme. Nee, op zich merk ik ook in de documentaire praten ze daar vrij over. Ik merk wel dat de jongeren wel bewust vaak mee bezig zijn van als ze een nieuwe opleiding gaan beginnen, van ga ik het vertellen. Dus het is wel iets wat de jongeren bezighoudt.
En waar ze vaak ook wel bewust over nadenken. En wat ik zag is dat veel jongeren het uiteindelijk wel aan bijvoorbeeld leeftijdsgenoten, studenten vertellen. Maar dat ook wel eerst even kijken van goh, aan wie vertel ik het wel en wie vertel ik het niet. En vaak ook als het ter sprake komt of als het vertrouwd genoeg voelt, dat ze het dan gaan vertellen. En is het handig om het wel aan de onderwijsinstelling te vertellen? Ja, wat we merken is, als je een stukje begeleiding wilt krijgen op je onderwijsinstelling, dan moet je bij voorbaat, dus aan het begin al aangeven dat je een vorm van autisme bijvoorbeeld hebt. En dan kun je ook gebruik maken, als je het nodig hebt later, van de maatregelen of de middelen die er zijn. Mm. Als je het niet aangeeft en achteraf toch nog hulp wilt hebben, dan kun je daar vaak geen gebruik van maken. Dus dat is wel wat we jongeren vaak adviseren. Ja. En we zien ook dat jongeren dat vaak ook doen. Dat ze het wel aangeven en dat betekent dus nog niet dat dan de hele school het weet. Mm. Dus dat is soms wel de angst. Is dat ook nog per instelling verschillend? Moet je daar eigenlijk vooraf ook nog onderzoek naar doen, naar de faciliteiten die geboden worden? Ja, het is wel goed om vooraf te kijken inderdaad naar van wat biedt de opleiding voor, welke faciliteiten zijn er. Maar ook bijvoorbeeld hoe zit het onderwijssysteem in elkaar. Hè? Bijvoorbeeld werk je met blokken van 8 weken of met perioden van 1.5 jaar. Hè? Als je moeite hebt met tempo, en dan zouden die blokken van 1.5 jaar bijvoorbeeld weer fijner zijn. Dus dat is wel goed om wel vooraf goed te bekijken bij de keuze van de opleiding. Hm. Nou ja, we hebben heel wat fragmenten gezien uit de documentaire, die overigens straks ook in zijn geheel te zien is. We gaan toen naar het eind van de uitzending. Ja, wat is nou eigenlijk de conclusie van jullie onderzoek, van jouw onderzoek? Ja, sowieso het stukje dus met tempo, hè, waar we merkten wij jongeren veel moeite mee hadden. Mm-hmm. De jongeren vooral, hè, die ook zijn uitgevallen. Maar ook inderdaad wat je dus als school nog kunt doen, he, om dat stukje wel te compenseren. He. Dus om met de jongeren heel goed wel te gaan kijken naar die ontwikkeling. He. En wat heeft de jongeren al, wat kan die al, maar ook wat wil die nog leren. En zeker in de bovenbouw om dat ook af te zetten. Dus tegen de opleiding die de jongeren wil gaan doen. Een cursus Excel bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Of het kan soms praktische cursussen? Ja, het kan soms heel makkelijk met kleine dingen die wel een belangrijk effect hebben later op de studie. Ja. Hoorcollege volgen. Ja. Nog een keertje. Ja, wij willen ook ruimte bieden aan de chat bij onze programma's. Dus ik ben ook benieuwd wat er inmiddels is binnengekomen aan vragen en opmerkingen. Ik heb wel gezien hier dat er een levendige bijdrage wordt geleverd. Althans, er worden veel opmerkingen gemaakt in onze chatroom. Ik kijk even naar een aantal vragen die binnengekomen zijn. Die wil ik je graag even voorleggen. Dit vind ik ook wel een interessante. Kun je ook nog zien welke vervolgopleidingen jongeren kiezen? Waar ligt hun voorkeur? Kiezen ze ook voor sociale opleidingen bijvoorbeeld? Ja, gebeurt ook. We hebben dat inderdaad wel ook gekeken van waar stromen onze jongeren naar uit. Mm-hmm. En wat veel in de media is, is dat jongeren vaak een ICT-opleiding kiezen of een technische opleiding. En wat wij zagen is dat eigenlijk toch heel divers is. Dus ook jongeren, de groepen waren vrij gelijk verdeeld met jongeren die bijvoorbeeld een technische opleiding gingen doen of een economische opleiding. Maar bijvoorbeeld ook creatieve opleidingen worden veel gekozen. En er zijn ook jongeren die bijvoorbeeld dan toch ook zo'n zorgopleiding, bijvoorbeeld verpleegkunde gaan doen of psychologie. Dus er zijn ook. Okay, omdat je nog wel eens zo af en toe hoort als advies van jongeren met autisme kunnen beter niet de zorg of de sociale studies doen. Ja. Ja. Maar er blijkt dus wel interesse voor te zijn. Er en ook met succes overigens. Ja, wat we merken is, sommige jongeren kiezen bijvoorbeeld psychologie, maar die zeggen ik wil de onderzoekskant in. Ja. Dus ook daarin zijn mogelijkheden. Ja. En ik denk dat het goed is om met de jongeren goed te kijken van wat trekt jou in een vak en welke kant wil je daarmee op. En ik denk dat dan heel veel opleidingen wel mogelijk zijn. Ja. Maar dat het goed is om te kijken naar wat die jongeren kan en wat die wil. Ja. Ik heb hier nog een andere vraag. Als je dus bij zo'n nieuwe instelling aangeeft dat je autisme hebt, moet je daar dan ook een diagnostisch verslag aan toevoegen? Hoeveel vertel je over jezelf eigenlijk? Ja. Nee, volgens mij, zoals ik het weet, is dat je zeg maar in ieder geval aangeeft dat er sprake is van een functiebeperking. Vaak word je dan word je uitgenodigd voor een gesprek. En in dat gesprek wordt gekeken van wat jouw begeleidingsbehoefte is of wat je nodig hebt van de onderwijsinstelling. En het is niet zozeer dat heel jouw dossier mee hoeft. Nee. En dan hier nog een vraag. Krijg je ook extra toetstijd als je autisme hebt op een
vervolgopleiding? Ja. Dat is per instelling dus, afhankelijk, denk ja, ik. Hè? Ja, maar vaak, dat hoorden we wel terug, dat eigenlijk alle jongeren daar wel gebruik van kunnen maken. Hm. En, maar dan wel inderdaad de jongeren die aangegeven hebben bij de instelling dat ze autisme hebben. Dus, hè, maar extra toetstijd wordt eigenlijk door bijna alle onderwijsinstellingen wel gegeven, als okay. dat nodig is. Ja. Ja, en dan de vraag, hoeveel procent haalt uiteindelijk een diploma? Ook die vraag is binnengekomen. Ja. Ja, wij hebben op basis van onze van het onderzoek inderdaad hebben we gezien hè, dat 10 van de 12 jongeren in ieder geval het eerste jaar heeft gehaald. De cijfers over diploma's en dergelijke, het Nationaal Autisme Register heeft ook cijfers algemeen van hoeveel jongeren in ieder geval zijn uitgevallen of hoeveel volwassenen eigenlijk ooit zijn uitgevallen. Dat zijn hele hoge cijfers. Maar wat wij merken wel in de laatste jaren is dat de kijk op autisme wel positiever is en dat de jongeren vaak ook beter voorbereid aan die stap beginnen. En de ervaringen die wij hebben, ook met bijvoorbeeld de leerlingen die in de documentaire te zien waren, zien we dat jongeren toch goed uitstromen en uiteindelijk hun studie kunnen afmaken en aan het werk gaan ook. Want eigenlijk kunnen we zeggen, die 4 jongeren in deze documentaire zijn succesvol in het zetten van die vervolgstappen. Hè? En daarmee denk ik ook een inspirerend voorbeeld voor jongeren, maar voor ouders, misschien ook wel voor professionals, als het gaat om zo'n vervolgstap. Ja, ja. Dus dat is het mooie van die documentaire, vind ik. Ja, en we hebben niet bewust een positief beeld willen neerzetten. We hebben echt gewoon 4 random jongeren eigenlijk gevraagd, hè? Wel 4 verschillende jongeren, maar maar we hebben niet gekeken van, ze zijn er niet op gescreend. Nee. En daarmee wil ik niet zeggen hè, dat iedere jongere met autisme vlekkeloos die loopbaan tegemoet gaat. En natuurlijk, de jongeren geven ook aan dat sommige dingen ook moeilijk gaan en moeizaam en tijd kosten en energie kosten en met vallen en opstaan. Ja. Maar wat we wel zien is dat wel veel jongeren toch wel een succesvolle loopbaan ook hebben. Ja. Dankjewel voor je bijdrage. En voor deze documentaire. Nogmaals, ja, die documentaire die gaan we dus straks online zetten. En die kunt u vanaf dat moment bekijken op ons YouTube-kanaal. Heb ik nog iets gemist? Nee, ik heb volgens mij alle informatie gehad. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.